We gaan dus zo naar de Tweede Kamer en daar hebben we dus ook interviews met diverse Kamerleden. Onder andere Linda Voortman. Ja, het heeft inderdaad enorm lang geduurd. En waarom heeft het zo lang geduurd? Dat was eigenlijk omdat het kabinet er gewoon niet aan wil. Het vorige kabinet, dat was het kabinet met VVD, CDA en PVV, die zeiden al, ja, we moeten eerst kijken wat de financiële consequenties ervan zijn. Oftewel, het kost gewoon geld. En dit kabinet met VVD en PvdA zegt eigenlijk hetzelfde. Terwijl het hier wel gaat om mensenrechten, hè? En ik vind mensenrechten, dat moet je niet meer marchanderen. Mensenrechten, die moet je gewoon uitvoeren, punt uit. En ja, het heeft dus zo lang geduurd omdat het kabinet vooral wou weten dat het niet te veel zou kosten. En dat zie je ook terug in de vertaling van het verdrag. Ik vind het een hele rare zaak dat het VN-verdrag nu wordt geschaard onder VWS. Want het heeft inderdaad wel te maken met zorg, maar het gaat ook over de toegankelijkheid van stemlokalen. En dat is de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat ook om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dat is de verantwoordelijkheid van de minister die daarover gaat. En het gaat ook over de toegankelijkheid van gebouwen. En daar gaat de minister van Wonen en Rijksdienst over. Dus het is een verantwoordelijkheid van alle ministers. En binnen het kabinet is de verantwoordelijkheid als het gaat om mensenrechten, ligt die nou juist bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dus ik vind dat het bij de minister van Binnenlandse Zaken zou moeten liggen. Je zegt eigenlijk dat de mensenrechten, ja, dat als het gaat om mensenrechten voor mensen met een beperking, dat die bij iemand anders moeten liggen dan andere mensenrechten. Dus dat is, ja, je kunt het een beetje discrimineren noemen, ja. Je ziet inderdaad dat de eigen regie van mensen, het lijkt een beetje ondergesneeuwd te worden. Het is tenminste. Aan de ene kant wordt er gezegd, mensen moeten het wel zelf doen. Als het gaat om de toegankelijkheid van bedrijfsgebouwen, wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, dan moeten klanten dan maar zelf om vragen. Maar aan de andere kant, als het gaat om allerlei andere voorzieningen, lijkt het alsof de eigen regie juist een beetje miskend wordt. En wij zeggen, als je wil dat de eigen regie heel belangrijk is, dan moet de algemene norm zijn dat alles toegankelijk is. Want dan kun je pas eigen regie goed voeren. Je vindt inderdaad over het PGB en over zelfbeslissen niet letterlijk iets terug in het VN-verdrag. Maar vervolgens gaat het om de ratificatie en om hoe je het verdrag uitlegt, wat er mee gebeurt. Dus ik vind het niet gek dat je in het VN-verdrag niks leest over het PGB. Ik vind het wel raar dat in de debatten, in de vertalingen van door het kabinet, dat het daar niet in terugkomt. En dat zal ik straks ook aan de orde stellen in het debat. Dat is volgens mij ook belangrijk, want je bent niet alleen iemand die zorg nodig heeft, maar bijvoorbeeld ook iemand die vader is, of die werknemer is, of die vrijwilliger ergens is. Dus het is belangrijk dat in al die aspecten van het leven je die eigen regie kunt voeren. Ik hoop dat het VN-verdrag een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van de armoede onder mensen met een beperking. Als je kijkt naar het afgelopen jaar, dan zie je dat mensen te maken hebben met een stapeling aan kosten. Ik vraag me wel af, als ik kijk naar hoe het nu is geformuleerd, of dat wel zo zal zijn. Omdat het toch nog te veel is geformuleerd als een verantwoordelijkheid op het gebied van VWS en niet als een verantwoordelijkheid op alle terreinen. De minister van Volksgezondheid zegt niet letterlijk dat alle kinderen met een handicap kunnen worden voorkomen. Dan moet ik het toch een beetje opnemen voor minister Schippers, Jan. Ik ben dat niet met je eens. Wat wel zo is, is dat keuzevrijheid voor iedereen belangrijk is. En ik vind ook dat ouders dus ook wel degelijk ook iets te zeggen mogen hebben over dat ze van tevoren ook graag willen weten. Als er iets is met een kindje, dat ze dat willen weten. Dat kan ook voor de zorg voor zo'n kindje kan dat ook goed zijn. Dus ik vind niet dat je kunt zeggen, ja, ze wil voorkomen dat mensen met een beperking worden geboren. Zo zwart-wit zou ik het niet willen stellen. Dat is inderdaad waar het om gaat, is dat je als ouder inderdaad moet kunnen beslissen van welke keuze je maakt. Dat is belangrijk. Je moet aan de ene kant de keuze hebben om te kunnen zeggen van, ik kies ervoor om in dit geval het kind niet geboren te laten worden. Maar als je daar wel voor kiest, dan verdient een ouder alle steun die hij of zij nodig heeft. En dat kind natuurlijk ook. We hebben, als het gaat om de inzet bij het verdrag, hebben we verschillende onderwerpen die we belangrijk vinden. Ik ga het in ieder geval hebben over de toegankelijkheid van de Rijksgebouwen. Als je kijkt, bijvoorbeeld dit Tweede Kamergebouw. Nou, wij zitten nu in het modernste deel. Maar er zijn gewoon delen in dit gebouw waar je niet met een rolstoel kunt komen. Nou, dat is iets wat ik wil aanpakken. Dat gewoon per definitie meteen geregeld wordt. Een ander punt is dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen kan deelnemen aan de democratie. Dat iedereen kan stemmen.
En nu is het zo dat in de kieswet staat dat 25% van de stemlokalen toegankelijk moet zijn. En in de ratificatie voor het VN-verdrag zegt het kabinet ja, minstens 25%. Ik zeg dat moet naar 100%. En ik heb daar als GroenLinks een amendement over ingediend samen met de Partij van de Arbeid. Dus die gaat het ook halen. Derde punt wat ik belangrijk vind, dat is het reizen. Dat je overal moet kunnen komen. Jullie hebben ook weer een lange reis achter de boeg. En je hebt waarschijnlijk ook van alles en nog wat moeten organiseren. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat wanneer jij van A naar B wil komen, dat je daar gewoon naartoe kunt gaan en dat je niet van alles van tevoren hoeft te regelen. Dat zijn concrete punten. Als je het hebt over toegankelijkheid, dan zou inderdaad het debat ook ondertiteld moeten zijn. Nee, dat heb ik niet gevraagd. Maar je hebt wel gelijk dat dat wel een goed punt zou zijn om ook aan de orde te stellen in het debat. Ja, het is inderdaad gek dat als het gaat om voorzieningen voor dove mensen, dat inderdaad zo slecht geregeld is. Want we denken bij toegankelijkheid denken we vaak aan gebouwen, hè, aan gewoon echt tastbare voorzieningen. Maar toegankelijkheid heeft ook te maken met kan ik deelnemen aan het gesprek. En daarvoor is het belangrijk dat mensen die niet kunnen horen of mensen die doof zijn, dat die ook goed geholpen zijn. Dat zij ook kunnen meedoen, natuurlijk.